Goedendag allemaal. Vandaag weer een leuke video. Ik heb een paar weken geleden een vraag gekregen over een tip over een hybride. En toen zat ik een beetje met een lastig verhaal. Ik heb namelijk geen hybride in mijn tas. En vandaag kon ik gelukkig een hybride van een collega lenen om deze video op te kunnen nemen. Voordat we dus aan de slag kunnen gaan met een hybride, moeten we ons eerst de vraag stellen wat een hybride nou eigenlijk is. En ik zie een hybride als volgt. Dit is mijn auto 3. Dit is mijn IJzer 4. En die hybride is dus eigenlijk een ijzervervanger. Hij vervangt mijn ijzer 4 of ijzer 3. Ik heb gewoon tot ijzer 3 in de tas zitten, dus ik heb geen hybrides er meer in. Maar voor de vele hybride is dus een ijzervervanger. Hij heeft dezelfde lengte en dezelfde schuinte als mijn ijzer 4, maar de kop is veel meer van een houten. En daardoor zal de swing ook een beetje in het midden zitten. Het is net niet een houten swing, het is ook net niet een ijzerswing. Het is echt een eigen soort swing. En dat maakt hem in sommige opzichten wel iets lastiger dan misschien een ijzer of een hout. Maar aan de andere kant ook weer heel makkelijk, omdat het wel weer heel veel lengte kan gaan behalen. Dus hier bij mijn tips hoe je met deze clip om moet gaan. Omdat een hybride dus eigenlijk een soort ijzervervanger is, zit hij er precies tussenin. En dat betekent ook dat een aantal componenten van een ijzerswing worden meegenomen en een aantal componenten van een swing met een houten worden meegenomen. Wat erin belangrijk is voor mij altijd, is dat de balpositie met een hybride, of het nou welke hybride dan ook is, een 5 of 4 of misschien zelfs 3 of 2, voor sommigen zelfs een hybride 6 mogelijk. De balpositie die ik normaal gesproken zou hebben met ijzers, die loopt eigenlijk gewoon door. Dus omdat de shaft vrij dezelfde lengte heeft, soms ietsje langer, maar vaak is de shaft gewoon dezelfde lengte, wordt de balpositie op dezelfde plek gelegd. Dus de balpositie van een ijzer 5 en van een hybride 5 is eigenlijk op dezelfde plek. Dit is nu een hybride 4, dus dat is de balpositie van een ijzer 4. En een groot verschil is dan wel de positie van mijn handen. De club is namelijk, omdat hij de kop gekregen heeft van een hout, veel meer gebouwd met de handen boven de kop. In plaats van met een ijzer waar mijn handen toch nog wel iets voorbij de bal staan. En dit komt door de plek van het gewichtje. Omdat het gewichtje dus verder achter in de kop ligt, en dat met een hout eigenlijk ook zo is, kan deze club heel goed vegen over de grond heen. Hij kan deze kantelende beweging maken. En dat gaat hij ook doen. En dat gewichtje moet dus wel op de grond gaan staan op het moment dat de club op de grond staat. Als ik die al van de grond af ga tillen, gaat eigenlijk veel te veel de grond induwen. En dan gaat de club veel te veel de grond in. En dat kan een hybride eigenlijk niet. De leading edge van een hybride is over het algemeen veel botter gemaakt dan van een ijzer. En dat is expres gedaan om ervoor te zorgen dat het gras veel meer weg kan duwen. Een ijzer is veel meer bedoeld om door het gras heen te snijden. Want die is ook bedoeld om een plag te slaan. En deze is eigenlijk niet. Met een hybride wil ik geen plag meer slaan. Ik wil eigenlijk de grond veel meer kneuzen of over de grond heen glijden. Want ik wil wel met de onderkant van de club de grond raken, maar hij moet niet de grond in. Dus dat is wel een groot verschil tussen een ijzer en dus een hybride. Dus als je een hybride 100% gaat slaan alsof het een ijzer is, dan zal je merken dat je hem vaak te veel in de grond slaat, dat de ballen vrij laag gaan en vaak veel naar rechts. Omdat we dus de bal eigenlijk te veel neerwaarts raken met een open clubblad daardoor, waardoor de bal dus rechtsaf gaat. Met hybride wil ik hem dus veel meer laten vegen. Dus ik wil er echt voor zorgen dat de club in de achterzwaai over de grond heen glijdt. Eigenlijk hetzelfde wat we hebben gedaan bij een houten. En mijn gewicht blijft dan ook veel meer in het midden zitten. Ik ga niet zo ver links van de bal met mijn gewicht. Als ik dat wel doe, is de neiging om de bal dus neerwaarts te raken is veel groter. Dus bij de hybride glijdt de club over de grond heen en daarna gaat hij ook weer eigenlijk terug. En dan ziet het er als volgt uit. En op die manier kan ik dus heel makkelijk de bal omhoog gaan krijgen. Want dat is wel een groot voordeel van een hybride ten opzichte van een ijzer. Omdat het gewichtje daar achterin ligt, helpt hij de bal wel veel meer de lucht in als hij die kantelende beweging kan gaan maken. Een ijzer waar het gewicht veel meer in het teen van de kop zit, is veel meer bedoeld om dus door het gras heen te slaan en zichzelf eigenlijk stabiel te houden. En dat is wel echt een belangrijke, dat we deze club dus ook wat moeilijker kunnen gebruiken, bijvoorbeeld tegen de wind in. Want als die bal meer omhoog wordt geslagen, ja, dan vliegt hij gewoon een stukje hoger. En dat kan je ook zo meteen wel zien op de trackman gegevens.
Wat je kan zien is een duidelijk verschil in hoogte. De hybride ging duidelijk een stukje hoger dan een ijzer. En dat kan soms heel erg prettig zijn. Als je moeite hebt om veel lengte te behalen, is zo'n hybride echt wel een goede optie. Omdat die bal wat hoger vliegt, landt hij namelijk ook wat steiler en kan je dus de bal wat makkelijker de vlag laten vallen. Want hij ligt ook sneller stil op de green. Op het moment dat een bal vlak gaat, dan schiet hij heel snel door. En dat is met een hybride dus sneller wat minder. Maar voor mij is het gewoon niet heel handig. Ik sta zodanig hoog met de hybride dat ik vaak last krijg van veel windomstandigheden. De wind duwt die bal heel snel weg en heb ik gewoon minder controle. Dus voor mij is een ijzer wat prettiger. Maar ik kan zeker een hybride aanraken als je moeite hebt met lengte of moeite hebt met hoogte in je spel. Want daardoor gaat de bal makkelijker omhoog. Het land is wat steiler, ligt sneller stil, waardoor langere slagen naar een green toe gewoon prettiger zijn. Vond je nou een goede uitleg? Goede oefening? Laat een reactie achter in de comments en like de video natuurlijk als je hem leuk vond. Laat ook weten wat je wil zien en dan maak ik daar weer een video over. Dan wens ik jullie heel veel plezier met oefenen.